Maar wat vind je als content specialist dan van die vermenging van commercie en content? Is dat dan een probleem? Of nee, helemaal niet. Nee. Nou, ik vind het trouwens wel een probleem. Als het maar duidelijk is, dan vind ik het geen probleem. Okay. Als je businessmodel maar duidelijk is. Ja. En wat ik merk is dat een heleboel mensen het goed genoeg principe gebruiken. En daar heb ik echt een hekel aan. Dus mensen die zeggen van ik wil eigenlijk alleen maar geld verdienen. En ik wil geen waarde toevoegen in het leven van mijn lezers. En dat is natuurlijk open aan de interpretatie voor de lezer. Hè? Ik bedoel, de lezer die kan dat zelf doen. Maar dat het... mensen zijn heel snel gefopt. Mensen zijn heel snel tevreden of weet ik veel wat voor dingen het is. En ik denk maar jij bepaalt dan voor die mensen dat het eigenlijk niet goed genoeg is wat ze krijgen? Nee. Ik creëer de meningen die ik heb en die, waar ik het dan ook over heb en waar ik ook adviseer naar onze klanten toe. Die gaan heel veel over mijn perspectief van hoe het zou moeten. Ja. Dus dat er nog zoveel potentie is voor mensen om ook echt waarde te bieden aan mensen. En de waarde in de vorm van content. En natuurlijk, er moet geld verdiend worden. Dat is erg belangrijk. Maar dat kan ook heel erg veel met waarde. En op dit moment lijkt... Ja, maar er is een, weet je wat er is? Je hebt twee soorten geld verdienen. Je hebt geld verdienen om, zoals je dit... bakketje er op de hoek doet, gewoon om genoeg te verdienen. Ja. En je hebt geld verdienen voor je aandeelhouders. Broden geven en dan geld en daar zit een heel groot verschil in. Met de aandeelhouders gaat, is het niet goed? Nou ja, dat is een hele andere manier van geld verdienen. Dat gaat namelijk om zoveel mogelijk winst maken. En bij het bakketje op de hoek gaat het om een dienst te verlenen. En daar zie je een ziet... Een geromantiseerd beeld van de werkelijkheid. Uiteraard. Maar... Nee, je hebt wel eens een bakker gesproken, hè? Maar de liefde voor brood is over het algemeen niet het eerste waar ze over beginnen. Nee, natuurlijk nee, maar, maar je hebt wel bakkers die liefde wel hebben natuurlijk. Okay. Maar hoe dat, of het nou wel of niet geromantiseerd is, wij hebben die drive wel. En we zeggen niet dat andere modellen slecht zijn. Ja, wel vanuit ons perspectief, maar of vanuit mijn perspectief. Ik vind dat een aandeelhoudersperspectief... Wat het, dat corrupteert heel erg snel. Laatst sprak ik een man van Adobe. En ik had het over de Adobe producten. Ze hadden net een goed productje gelanceerd. Heel gefocust applicatietje waarmee je heel makkelijk in één keer een website op verschillende apparaten kunt testen. Heel simpel, werkt supergoed. En toen ging je uitleggen dat ze dat van een freeware applicatietje gingen ze daar een per maand $12 of zo voor moest gaan betalen. Dat is nogal wat, vind ik, voor een simpel applicatietje. En toen zei ik al van, ja, waarom doe je dat nou weer? Van, waarom hou je dat ding gewoon gratis? Zoveel levert het jullie nou ook weer niet op. Ja, maar we moeten onze shareholders tevreden houden. Ja, dat vind ik een hele slechte argumentatie. En dat vind ik het, dat je zegt van, voor wie maak je zo'n applicatie? Dat maak je voor de developers. Of voor je shareholders, voor wie doe je dat dan? Ja, maar weet je, dit wordt, als we de discussie gaan hebben over of het goed is om aandeelhouders te hebben of dat corrumpeert, denk dat we redelijk ver van de inhoud afraken. Ja, natuurlijk. En hebben van shareholders is een onderdeel van een businessmodel wat je kunt toepassen als je geld nodig hebt om echte grote investeringen te doen. En dat kan slecht gedaan worden en goed gedaan worden. Ja. Maar dat is niet per definitie zo dat als je aandeelhouders hebt dat je dan niet oké bent. Nee. Wat ik uit jullie verhaal haal, is dat jullie eigenlijk specialisten zijn. En dat jullie graag kwaliteit willen leveren. Ja. En je het gevoel hebt dat jullie de kans om kwaliteit te leveren soms negatief beïnvloed wordt uit puur winstbejag. Ja. Nou, dat geldt ook voor elke industrie. Maakt niet uit of je dan kijkt naar fietsen die je op eBay kan kopen voor €75. Of dat je kijkt naar branded content of dat soort dingen. Dat is overal op een gegeven moment een afweging. En het is mijn stellige overtuiging dat als je kwaliteit levert, dat je uiteindelijk op de lange termijn meer business hebt dan wanneer je dat niet doet. Ja. Dus die knakker van Adobe had een dom lulverhaal. Ja. Maar als die $144 die hij dan per jaar ontvangt, daadwerkelijk ook voor een aanzienlijk deel geïnvesteerd wordt in de doorontwikkeling van dat productje, dan is het terecht dat er geld voor gevraagd wordt. Maar ik vroeg dus, wat ga je ermee doen? En toen gingen ze er een heel andere applicatie van maken, met helemaal dingen eromheen verzinnen die... Het was een super gefocust applicatietje. En nu, omdat ze het kunnen uitbouwen, gaan ze er allemaal dingen omheen. Ik zat, wat ben je mee bezig, Adobe? Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje hoe het werkt. Ik bedoel, met de iPhone 3 is niet zoveel mis.
Toch moest er een 4 komen en een 5 komen. En uiteindelijk, weet je, al die bedrijven die willen door en meer en beter. Nou, voor een gedeelte om... Kijk, sommige dingen moet je inderdaad natuurlijk verbeteren. Blijven. Als je weet van een iPhone kan sneller en een computer kan sneller, is dat een goede reden om dat te doen. Inmiddels niet meer. Bij computers gaat het niet meer zo 1-op-1 op. Nee. Dan gaat het om andere dingen, zoals batterijduur beginnen belangrijker te worden. Omdat het mobiel is. In plaats van snelheid. Draagbaarheid. Maar daar zijn dingen, daar kan je zeggen, daar is echt nog wel het een en ander te verbeteren. Maar bij dit applicatietje, die was eigenlijk goed. Die was af. Maar daar wordt nu een hele screenshot. Soms moeten mensen ook ergens met hun poten vanaf blijven. De Mini, en dan bedoel ik die uit 1960, die rijdt ook nog steeds rond. Omdat sommige mensen dat nog steeds prima vinden. Oh, dat is ook iets wat ik niet snap. Waarom maken ze die, wat is het, die hybride auto's, is super lelijk. Waarom zetten ze dan niet gewoon zo'n oud ding omheen? Dat vinden mensen te gek. Dat het er mooi uitziet. Ja. Ja, nou ja, goed. Weet je, dat wordt ook wel weer beter allemaal. Maar ik herken het dilemma wel. En ik was bezig vandaag om een column te schrijven over dingen die op Facebook gebeuren. Hij is nog niet helemaal af. Maar ik wilde eigenlijk van leer trekken tegen ontzettend stompzinnige Facebook interacties die je soms ziet vanuit merken. Ja. Weet je, dat gaat dan echt op het niveau van... jongens, het is weer maandag. Hebben jullie zin om te werken? Vraagteken. En dat is dan een merk. Vraagt jou dat dan? Ach. Ik word daar heel droevig van. En net toen ik daar lullig over wilde doen, keek ik naar die vraag. En zag ik dat bewuste merk kennelijk genoeg mensen bereikt met deze tekst. Die dat toch leuk vinden, want er waren 924 mensen die geklikt hadden op vind ik leuk. En dan zat een discussie onder van 34 berichten. Maar dat vind ik leuk. Ja, maar even terugkomen op Peter's opmerking van daarnet. Mensen zitten soms met een good enough mentaliteit of net genoeg mentaliteit erin. Ja. De vraag is, ben jij de cultuurfascist die het niet goed genoeg vindt? En weet je wel, wie is de maat der dingen in dit hele verhaal? Ja. Wanneer is het goed genoeg? Als 934 mensen het leuk vinden en... Weet je, er gaan ook nog een hele berg mensen op reageren om te vertellen wat ze van de maandag vinden. Nou, dan heeft het dus misschien toch wel waarde voor een bepaalde doelgroep. Alleen hoor jij er misschien niet bij. Ja, het kan zeker. Ik zie mezelf zeker als op het gebied van content ook echt als een elite. En ik vind dat... Maar kijk, en wat je dan zegt met die vraag... die vraag is even goed elitair. Hè? Natuurlijk, het slaat niet op mij, want ik reageerde ook gelijk, oh jezus joh. Dat een merk zich daarmee bezig durft te houden. Ja. Maar voor hetzelfde goed, er is dus ook een elite, hè? Een groep mensen die relatief klein is, die dat prachtig vindt. Dus, maar wat ik vooral heel erg, wat ik leuk vind, is dat mensen dan ook de moeite nemen om een hele specifieke groep ook verder durft te bedienen met mooiere, fijnere content. En of dat nou video is, maar het kan net zo goed advertising zijn als dat gewoon heel erg vermakend is. Ja. Vermakelijk, sorry. Ja, dat kan ook. Maar ja, de goed genoeg mentaliteit, ik sta er echt achter. dat mensen gewoon simpelweg denken van... Ja, weet je, we halen hier 4.500 mensen naar binnen. Dat is prima. Dat was onze target. Klaar. Armpjes over elkaar, pen op tafel. Ja, dat vind ik gewoon niet prettig. Dat is gewoon kortzichtig denken. Precies wat jij ook zegt. Maar weet je, aan de andere kant is het ook niet... Je kan niet verwachten dat het beter is. Want de meeste mensen zijn middelmatig. Dat is nu eenmaal zo. Daar heb je het mee te doen. Ja, maar ik bedoel, het verschil tussen... Dat is toch zo? Dit is geweldig en... Hé, wat leuk, iemand heeft die vraag gesteld. We kunnen niet alles geweldig maken, helaas. Ja, het kan wel. Maar weet je, het verhaal van... Dat, ja, het kan wel, maar de vraag is of het de moeite waard is. En dat is uiteindelijk een afweging. Sorry, jongens. Maar op zich is, denk ik, de uitdaging van het vakmanschap juist groter met commerciële dingen. Oh, dan moet een camera van het raam af, dames en heren. Anders dan... blijft hij zo meteen achter in de wasstra.at. Dus juist als je commercieel iets moet maken, is de uitdaging des te groter om dat kwalitatief goed te doen dan wanneer je gewoon leuk en zonder enig voorbehoud maar gewoon mag doen wat je zelf interessant lijkt voor jouw doelgroep. De uitdaging om iets te maken wat aan de ene kant inhoud heeft en kwaliteit biedt en aan de andere kant ook nog een commercieel doel dient, die is alleen maar groter. En daarom is het voor een content specialist volgens mij alleen maar leuker om dat soort dingen te maken en dat soort concepten te bedenken. Ja, inderdaad. Dus wij van advertising bieden jullie graag deze fantastische mogelijkheid.
Yay, advertising. Ik ben om, Jeroen. Hallo.